Hallo mensen, vandaag is de dag. Welkom bij deze video. Gio en Jade zijn uit elkaar. Dus vandaag is de dag dat we daarop gaan reageren. Ik zag wat hier dingetjes hier en daar voorbij komen. Maar Jade leek gewoon. En Gio leek Zo, ik heb het gevoel dat Jade hier niet is. Zit hier niet eens mee. Goedemorgen. Kijk hoe jongens en hier meiden. Free man weer. We gaan straight into action, man. Ik wil gelijk kijken waar we zijn. Tijd kut om te vloggen. Dus het is uit. Tijd kut om te filmen. Ik ga altijd standaard lachen als ik mijn camera aan heb. Maar ik moet helemaal niet lachen. Hij is moker verdrietig, kijk haar. Hey, zij wordt gewoon awkward ervan. Zij is zo, hey, oh, weet je, ik ben al binnen. I'm just leaving. Ready for some... Ja, sorry wat ik zeg maar jongens. Maybe zeg ik het fout, maybe zeg ik het helemaal fout. Ik heb geen idee. Maar ze ziet er niet sad uit. I'm sorry Gio, man. Ik heb het met je te doen vandaag. Kut camera. Jullie wilden ons echt zien, toch? Hoe het echt is? Eerlijk zijn. Het interesseert er niet. Ik kan het zien. Bro, ik kan het zien aan een lichaamstaal. Het interesseert er niet, bro. Niet doen. Ik heb het gevoel dat het helemaal nul interesseert, man. Of ben ik dan echt lijp? Ik weet het niet, man. Ik ga straks even uitleg geven. Hij is echt down bad, gewoon. Zij is gewoon weet je wat? Hou even je mond, man. We moeten door. Even allemaal shit weghalen. Nou, shit. Oh, die fucking doos. Yeah. Vond je niet genoeg van doos in mij gebracht? Ja, hij gaat echt down bad. Ik zie niks aan haar. We gaan even verder. Ja, dat is er in ieder geval. Ja. Kom helpen. Ja. Kom helpen. I wanna just leave. Gio, het is klaar man. Deze chick voelt het niet meer. Ik zie niet die emoties genoeg. Gio, koop nog een Ferrari in jouw huiskamer. Maybe it will ease the pain. Maar dit. Yo, dit is duidelijk. She doesn't give a fuck. Nu al beginnen. Let the man grieve, man. Hij heeft die moeite mee. Yo, ik snap niks van. Zij geeft dus echt gewoon geen shit, gewoon. Eerlijk, wat vinden jullie, man? Ik weet het echt niet meer, man. Nee, ik ga beginnen. Jongens, open jij het? Ja. Ja, het is natuurlijk... Laten we ten eerste zeggen, we proberen niet te huilen. En niet een elektrische vierde van te... Ze hoeft niet te huilen, Gio. Zij niet. Jij wel. Zij niet. Ze kijkt je ook aan van... Stop. Vind eens een video aan, man. Ik wil weg. Te maken, maar nee. We moeten gewoon uitleg geven. Laat ik de bom droppen. Het is uit. Daar raak ik uit. Ja, het is uit omdat... Ik wil niet huilen. Ze geeft geen shit. Ik denk het. Misschien heb ik het fout. Misschien zeg ik dingen verkeerd. Ja, ik weet het ook niet. Maar het lijkt alsof ze gewoon echt... Dat ze gewoon keihard is. Gewoon steen. Lippen van steen. Want ze heeft geen ballen. Dus lippen van steen gewoon. Van ijzer. Het ging gewoon een tijdje niet zo lekker eigenlijk. Denk ik. We hebben een soort van voorbereid hoe we dit wilden gaan zeggen. Ik ben alles kwijt. Ja, ik ook. Ik had sowieso ten eerste nooit gedacht dat we ooit deze video zouden maken. Maar dat weet je natuurlijk. We hopen natuurlijk nooit als je een relatie begint. Kijk, ze wordt er gewoon moe van. Kijk dit. Gio, maak het af, denk ze. Ik wil gaan. Laat me gaan. Yeah, Gio. Eigenlijk om het gewoon ook kort te zeggen. Was gewoon de laatste maanden, denk ik, de spanning weg. Compleet verdwenen. Ja. Het is natuurlijk, laten we beginnen met dat we natuurlijk bijna 2 jaar een relatie hebben, maar daarvoor hele goede vrienden waren. En ja. Daarin zijn we eigenlijk zo in een relatie gerold en is het allemaal heel snel gegaan. Wat op dat moment voor ons gewoon heel goed voelde en we hebben geen moment spijt gehad van de keuze die we hebben gemaakt. Alleen merken we nu gewoon dat we zoveel samen zijn. Dat... Nee, jij bent het verloren. Jij hebt het niet meer. Gio wel. Look at this man. Hij gaat dood van binnen. Hij wil het helemaal niet. Zij is het verloren. 100%. Zij wil gewoon wat anders of zo in de toekomst. En deze guy, die was nog steeds gek op haar en verliefd op haar. Kan je zien, man. Klopt. Nee, Gio, klopt niet. Ik moet even pauze. Ik denk dat sowieso sinds het samenwonen, wat op dat moment natuurlijk goed aanvoelde en waar je gewoon 100% voor gaat. En in het begin ook heel goed ging. Sowieso. Ik zie haar niet verdrietig zijn. Maybe zeg ik het weer fout. Maar jongens, ik zeg je eerlijk. Hij is nog wel verliefd. En zij is het gewoon niet meer. Zij is het niet meer. Dat is toch duidelijk nu. Gio, als je dit ziet. Let it go. Je hebt het beter voor elkaar dan andere mensen, man. Let it go. En het is makkelijk gezegd. Maar het is te doen, man. Geloof me. Jongen. Laat het relaxen, grap. Ik zie dat jij nog steeds verliefd bent, grap. Je kan wel zeggen, nee, klopt. Dit is zo. Ik bouwde dit allebei. Nee, jij bouwde het niet. Uit, maar wij zijn gewoon 24/7 samen, zowat. Zij wouden. We merkten daardoor ook dat we ook echt, als degene dan een keer zei van, ik ga vandaag wat doen, dat het ook echt raar was. En dat je elkaar aankijkt van, waar zijn we niet samen vandaag? En ik kan niet eens een mening hebben eigenlijk. Wat ik eruit haal, wat ik zie het lichaamstalen is, dat ik denk dat zij gewoon klaar is. Dat jullie ons nooit meer samen gaan zien. We willen ook gewoon... Zag ik nou een sprankeltje emotie? Naar mijn idee ook jullie ook oprecht een beetje meenemen in ja, hoe dit eigenlijk gaat. Want ook voor ons is het nieuw en kut.
Ja, en ik vlog natuurlijk dagelijks. Normaal gesproken probeer ik gewoon altijd het leukste te laten zien uiteraard van de dag. Maar ik denk dat sowieso de komende dagen wel gewoon fucked up gaan worden. Maar inderdaad wat Jan zegt, waarschijnlijk gaan we elkaar nog super vaak zien sowieso de komende tijd. Ja. Omdat het hele huis vol staat met oh ja fucking shit hier. Ja. Het is al heel wat dat we dit sowieso fucking moeten delen op het fucking internet. Ja. Jullie relatie, het is jouw relatie. At the moment, man. Jill, jij gaat bed. Jij hebt meer gevoel voor haar dan zij voor jou. En dat is denk ik echt wat hier gaande was. Want ik zag ook beelden voorbij komen dat het leek alsof jij gewoon geterroriseerd wordt. Ik heb geen idee. Ik ga niet dingen zeggen dat zij een monster is. Het is gewoon super lastig. Ik denk echt dat hij het meer wil dan haar, maar jongens. Jongens en meiden, wat vinden jullie? Omdat we wel hetzelfde als Dubai echt een soort van de liefde terug zouden vinden, maar het was meer gewoon vriendschap, denk ik. En dat doet heel veel pijn. Dat ik mijn eigen weg ga, jij de eigen weg ga. Ja, jij hebt, bro, Gio heeft er echt down bad, man. Ik voel dat een beetje met hem, man. Ik heb wel een beetje met hem te doen. Ik weet niet, man. Ik heb het gevoel dat zij echt straightforward gaat en hij gaat gewoon een beetje wankelend naar voren. Ja, dat is mijn perspectief. Ik heb het misschien helemaal fout. I have no idea, man. Maar ik I like sad. Hij lijkt zo goed sad, man. Ja. Zij lijkt me oké. Okay. Er gaan sowieso van ons beide hele mooie dingen aankomen en het komt allemaal goed en... Zij laat nu pas emoties zien. Ja. Maar het kan ook gewoon... Ik hoop alleen gewoon dat natuurlijk vind ik het voor haar ook lastig, lijkt mij. Ik had een video van haar gezien. Wat is Gio's afsluiter? Smoking chaos. Ja, hij doet wat de man. Dit is wat mannen vaak doen, hè. Ga gewoon weg dan uit het huis, muziekje aan. Of dingetje doen, wandelen, fietsen, wat ook je gaat doen. Mannen gaan altijd hun hoofd leeg maken, man. Juice World. Allemaal lekker toepasselijk, jongens. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik gewoon... Ik denk oprecht, jongens, dat ze gewoon klaar is. Ik heb geen idee, maar dat lijkt zo. Dus, wat denken jullie? Wat denken jullie? Ja, ik heb gewoon gereageerd hierop. Ik ben benieuwd wat... Ja, ik weet niet, man. Het is niet mijn relatie, natuurlijk. Maar, Jade, ik heb 3 euro verdiend op YouTube interesse. Ik heb 3 euro, hè? Hey, Red Bull is op mij. Red Bull op mij. Kom op. Grapje, joh. Grapje. Bedankt voor het kijken. Like de video. Comment iets wat jij ervan vindt. En abonneer. Don't forget to subscribe, mate. Alright. I love y'all, man.